dat die meest recente informatie, ja, die vinden we online. Die is real-time, er is constant nieuwe informatie. Met andere woorden, waarom zouden we niet continu verbonden zijn met? En dat is waar ik ook voor vandaag voor gevraagd ben, om jullie iets te vertellen over de wijze waarop die nieuwe technologieën, die nieuwe media, omgeven zijn met, je zou kunnen zeggen, allerlei verlangens en dromen en wensen en hoop. En die verlangens en die verhalen die eromheen hangen, die geven een bepaalde richting aan de ontwikkeling van die technologieën. Wat wel nieuw is, is natuurlijk de specifieke, concrete manifestatie ervan. Wat wel nieuw is, is de vorm. De vorm van het internet dat we nu hebben. De vorm van de wijze waarop Wikipedia, Google Books, etc. tegen ons spreken en ons vertellen dat dit is waar we op zitten te wachten. Dat dit goed is. Meer kennis is goed. Ja, maar wat gebeurt er dan met de stad als we daadwerkelijk die technologieën omarmen en gaan gebruiken? Wat gebeurt er dan met de manier waarop we de stad ervaren, met de stedelijke samenleving? En er was een andere ontwikkeling, ook een opkomst van een nieuwe klasse in die stad, de bourgeoisie. En wat was er bijzonder aan? Die konden lezen. Dat was een soort enorme ontwikkeling van alfabetisering in die tijd. Dus er was een nieuwe groep mensen die de stad niet zo goed kenden, maar die wel konden lezen. En die dus dit gebruikten, die opschriften, om zich te oriënteren op de stad. Om erachter te komen van, wat is er nou waar? Ik ga door de stad lopen en waar moet ik dan zijn als ik iets wil eten, of iets wil drinken, of wijn wil kopen? Nou, dat kon ik overal lezen. Dit was 100 jaar geleden. En nu, als we nu een restaurant zoeken, of we willen iets wijn kopen of liqueur of zo, of we zoeken een doorgangsweggetje, wat doen we dan? Gaan we de stad lopen? Of gaan we toch liever eerst even op ins.nl kijken? Of misschien op Google Maps? Of misschien op een andere online service? En dat is eigenlijk het punt van het verhaal dat ik wil maken, dat het programma van de stad, dus dat wat er waar gebeurt, dat is hier eigenlijk letterlijk op die gebouwen geschreven. Maar als we nu ons op de stad oriënteren, dan doen we dat eigenlijk eerder zo. We kijken niet meer wat er op die gebouwen staat, maar we kijken wat er in een medialaag beschreven staat over wat er in die gebouwen gebeurt. En het punt dat ik vandaag wil maken, dat is een kwalitatief verschil. Want het verschil van als je het opgebouw schrijft of je zet het in zo'n virtuele softwarelaag, het verschil is dat die softwarelaag is natuurlijk veel flexibeler. Je zou kunnen zeggen, de stad is een verzameling van gecodeerde ruimtes en bepaalde type plekken, activiteiten, er zijn bepaalde type activiteiten, vinden ook plaats op verschillende bestemde plekken in de stad. En soms is dat van bovenaf opgelegd, hier is de markt en daar mag je dit en dat doen. En soms is dat ook gewoon door de tijd heen zo gegroeid. Betekent dat dan voor die divisie, voor die verdeling van die parochiale en publieke ruimtes in de stad? En een definitief antwoord is heel moeilijk om daarover te geven, want het is iets waar we middenin zitten. Dus ik verlaat eigenlijk een beetje zo'n academische discours en ik ga een soort trendwatcher spelen. Ik heb een aantal berichtjes uit kranten geknipt om een soort idee te geven van waar het naartoe zou kunnen gaan. Wat soort weak signals wordt dat wel genoemd, soort ontwikkelingen die we zien. Waarvan ik denk van, hé, dat zou wel eens iets kunnen worden. We weten het niet helemaal zeker, maar het zou wel iets kunnen worden. En er zijn eigenlijk twee scenario's. Het ene scenario is dat we die technologie gebruiken om de stad, om eigenlijk die parochiale domeinen meer en meer belangrijk te maken. Dat we ons telefoons gebruiken om ons voortdurend onze omgeving te filteren en alleen maar naar die plekken te gaan die aansluiten bij onze eigen gevoelens, identiteit. Maar er is ook een andere ontwikkeling waaruit blijkt dat misschien wel zo'n nieuw type publieke ruimte is. Eindelijk ben ik nu ook Glass Explorer, mag ik me noemen, sinds 10 maanden. Ik mag dit apparaat testen. Dat is wel heel gek. Want ik ben betaald tester. Ik heb dus zelf, ik ben zo gek om €1200 neer te leggen om als proefkonijn gratis marketing voor Google te maken. Maar dat doe ik wel, want het brengt me heel erg veel. Is techniek, is dat neutraal of niet? Hè? Is dat goed of slecht? En ik ben van de kant dat het neutraal is. Net zoals dat een hamer is een tool, daar kun je goed mee doen, kun je slecht mee doen. Maar dat kan je ook met glas. Ik beslis wat ik ermee doe. En alleen de data, wat daarmee gaat gebeuren en wat Google daarmee gaat willen, dat is daar heb ik absoluut vraagtekens bij.